Mensen, welkom bij een nieuwe video. We gaan vandaag lekker over FIFA praten en wat packs openen. Maar eerst even dit. Ik wens iedereen een gelukkig nieuwjaar en een fijne kerstdagen. Ik hoop dat jullie lekker bij familie en vrienden zitten. Lekker geniet van het hele gebeuren. Hopen dat het leuke doodjes zijn voor jullie. Is dat de formele informatie terzijde? We gaan even praten hoe ik over de Champions is geweest. Ik ben geëindigd in goud 2. Even offstream, even doorgespeeld. Ging wel lekker. Alleen ja, ik kon goud 1 halen. Als ik wou doen, maar dan moet ik nog steeds momenten kiezen waar ik echt. Oh. Dat ik beter moet concentreren. Ik moet ook. Ik had nog 26 wedstrijden over voor 1 dag. En dat is best wel veel. Vanwege het feit dat ik zaterdag niks kan doen. Vrijdag kon ik ook niks doen. Maar dus. Maar alsnog goud 2 kunnen halen. Op zich wel goed. We gaan direct kwalificeren weer. Want ik krijg extra. We hebben extra 2000. Dus. Als de aankomt dan krijg ik weer 2000. Dus we hebben automatisch weer gekwalificeerd voor de volgende. En we krijgen rang 3 weer. 250k en 225k. Dus uiteindelijk 325k, 250k en 55k en 45k coins. Dat is donderdag. We hebben nog wel een draft token eentje. Dus, en vandaag is er weer FUMUS. Er zijn drie nieuwe FUMUS. En er zijn twee grote. En één echt top top. Eentje grote en eentje mooi. De bruine jongen, echt. 93 speler. 1 City speler, 1 Belgisch speler. 5 team of the week of 5 want to watches. 8 dat rated, 65 chemistry, 11 in selectie. Is hier goed? Hij is echt donders goed. 5 staat weakfoot en 4 staat skills. Ik weet niet als ik hem zou doen. Want ik volgens FUT ben. Ik ga even kijken of ik FUT ben. We gaan soms ook weer praten over mijn team. FUBIN. Hoe duur is het op dit moment? Hij is. Wat? Niet. Dit kan niet zijn. 1,7 miljoen. Nee, 4. 5 ton. 5 ton. Rond de 5 ton. Vanwege het feit dat je 5 team in de week doet. Het is aan de dure kant. Zeker. Is het waard? Hij is een 93 speler. Als je dat vergelijkt, een 93 speler, dat is haast een niets. Even niet in de prem. Maar daar gaat het voor. En midfielders. Leagues. Top 5. Premier League. Nee, het zijn 92 is 85. En als je te vergelijken, deze heeft twee keer meer snelheid. Eén meer schieten, één meer pasen, één meer dribbelen, één meer defending en één meer fysiek. Als je het vergelijkt met zijn usual kaart. Niet de live kaart, gewoon de normale kaart. Ja, dus krijg je allemaal plus 1 en plus en snelheid plus 2. Is het waard? Ik weet niet. Als je hem niet hebt. En deze kost maar 94 en hij is 5,65. Ik zou deze doen. Vele feit. Zal er een betere middenveld komen in de Premier League? Daarom ga je snel kijken naar Kanté. Naar Eriksen. Want die team heeft Kroos steeds. Maar ook David Silva, Pogba. Zal die hoger worden dan 93? Ik denk het niet. Ik denk dat deze wel het. Snel echt heel lang kan blijven spelen. Afstandsschot, schotkracht, afmaken is goed. Wat je hier op moet zetten, dat weet ik niet. 92 uitgangsvermogen is echt lekker. Dat is dat. En er is een nieuw icon gekomen. Dat is een 92 icon Spaans. En dat is Raúl. Volgens FUTBIN zal hij. Is er nog geen prijs bekend? Wat je hiervoor moet doen is brons, zilver en goud. Dat is standaard. Een icoon of icon nodig. 83 met 2 informs. 84 met 2 informs. 86 met 2 informs. 85 ook. 87 met 1 inform. En een 88 rated speler. Hier krijg je 125 kaapketten. 100 of 200 kaapketten. Voor de icon ook nog. Dus 200k. Dus heb je 125
325, 380, 430, 480, 525, 555. Dit zal dus rond de 20k, 575, 580, 500, bijna 600k aan packs terug. En ik vraag me hoe duur die is, maar ik ga hem niet doen, maar hij is wel echt goede stats. Aanvallingsvermogen goed, koppen is echt goed, balans is goed, ja, dribbelen is goed, zelfbeheersing is goed, passie is, korte passie is goed, afmaken is erg goed. Dit kan ook misschien zijn dat ik misschien deze doe, maar ik ga het niet doen. En we gaan even praten over de mijn selectie. Het feit is, ik heb deze weekend voor het eerst, vanwege het feit dat een vriend van mij ook doet. Ik dacht, oh, misschien wel handig. Ja, dan kun je zien wat voor speler het meest bijdraagt en welke speler het minst bijdraagt. Ik verwacht geen doelpunt van Torreira of van Dijk of Sanchez. De hele verdedigende offline linie verwacht helemaal niks in qua doelpunten of assist. Dus in deze weekend league, en ik heb geteld vanaf 26 wedstrijden, is dat de beste doelpunten is Aubameyang, 18 doelpunten in dat zoveel wedstrijden, 26, 8 assists en 7 man of the match. Dus hij trekt wel de meeste aandacht. Daarna is Lacazette met 13 doelpunten en 6 assists en 3 mensen matches in 19 wedstrijden. Hij heeft niet alle wedstrijden gespeeld, vanwege feit dat staan die er stond. Mkhitaryan als cam, of als in de mid, heeft 3 doelpunten, 6 assists, 1 mensen match. Eriksen, 2 doelpunten, 4 assists en 2 mensen matches. Hij valt wat tegen. Sola daarentegen, daar is weer goed. 6 doelpunten, 6 assists. Op zich goed, want hij, ik wist hem altijd rond de 60, 70 minuten, omdat het niet moe is. Verder is Fellaini, heeft 1 doelpunt, 2 doelpunten, 2 assists. Alessandro, 2 assists, 1 man of match. Wijnaldum, 1 doelpunt, 1 assist. Sané, 3 doelpunt en 6 assists en 2 man of matches. Maar die heeft niet heel veel gespeeld, sinds dat ik omgewisseld heb met Lacazette. Torreira met 2 assists. Sanchez met 1 doelpunt, Alonso 1 doelpunt en 2 assist. Van Dijk 1 doelpunt, Alexander Arnold 2 doelpunten en 1 assist. En wie mis ik nog? Niet veel meer. En 8 race quit en 7 clean sheets. Dus op zich gaat het wel redelijk. Alleen de momenten waar je denkt, waar ik echt tegen zit, dat moet ik nog leren om te doen. Het blijft nog steeds lastig. Het is eerst niet anders. Is dat mijn team? Lacazette ben ik tevreden mee. Ik ben blij dat ik het gedaan heb. Alleen ik twijfel nu om dat te doen met Odat. De Bruyne. Dus maar goed, we gaan eerst pakketjes overmaken. We gaan eerst even 1 300 punten 15k pakketje zetten. Want om af te ronden, moet ik eerst kleins beginnen. Het is geen eens een glimde. Dus prima. Wat hebben we hier? Conditie prima. Deze kan allemaal. Deze kan weg. Deze. Hop. Boom. Dat is een slecht begin, maar goed. We gaan nu naar speciaal pakketten. We gaan hier 10 van. De twijfel is. Welke zou ik doen? Dit is allemaal spelers. En dit is. Oké, ik ga deze doen. Ja, want hier 12 spelers. 6 goud, 6 zilver. Allemaal zeldzaam. Dus we gaan hier eentje doen van 500 en de rest die andere. En laten we hopen dat hier een walkout direct. En direct een walkout. Het is een inform walkout. Blind. Maar goed, dat is weer goed voor de SPC's. Dat is zeker waar. Een goede SPC walkout. Of in ieder geval als ik een inform nodig moet hebben. Ik jammer geen Messi. Maar ik had niet verwacht dat Messi zou krijgen. En 3k coins, dus ik. Dit is ook best wel mooi trouwens. Hoe duur is hij? En Leipzig is ook wel mooi. Oké, deze ga ik gewoon verkopen voor 200. Prima. Want mooie tenuutjes gaan altijd wel waar zijn. Maar mensen toch weer bieden. Wat?
Oké, okay, ik zet hem op 700 neer, dan zien we ook wat er gekocht is. Maar in ieder geval, walkout in vorm. Is prima. Zo. En dan gaan we nu naar de 10 pakketten uit deze. Ik hoop een paar borders. Geen walkout. Het is een border. Dat scheelt. Portugees, CVM. Carvalho. Dat is mooi. 84 rated. Altijd handig. En donderdag komt waarschijnlijk twee of één video met twee rewards. Kevin heeft gezegd dat ik zijn rewards mag openen met hoe dat SharePlay. Dan gaan we nog de volgende pakketje openen. Het is geen walkout. Geen border. Dat maakt niet uit. We kunnen hem altijd nog gebruiken in die al die SPC's. Lingard, is hij nog wat? Wat? Nee, ja. Mooi. Gaan we dat aan de club zetten. Nog achter gaan. Let maar op, hier geen as. Oh, walkout. Mooi. De tweede walkout van deze. Er is geen. Oh, Navas. Dat kun je direct weten. Jammer, geen Portugees. Als het Portugees walkout is, weet je zeker dat het een Ronaldo is. Maar goed, wel een walkout, dat scheelt. Hij is saai, waarschijnlijk niet duurder geworden dan het feit dat je nu de. Hij is 30k. De. Hoe dat Kevin de Bruyne is. En waarschijnlijk is daar ook vandaag de laatste. Fummers SPC. Geen border. Salvio aan mijn hoofd. Jazeker. Ah, in ieder geval twee walkouts. Eén inform walkout en één normale walkout. Dat is een border volgens mij. Nee, eens. Dani Alves, prima. 82. Maar hij. Oh nee, hij was duur. Hij is nog 2300 coins. Nog 5 te gaan. Zet even in de comments neer. Wat jullie gepakt hebben de laatste tijd. Dit is een border. Jazeker. Portugees. Niet wel Portugees, hè? Lopez. Ja, mooi. In ieder geval geen Rui Patricio. Dat scheelt. Dat is in ieder geval beter dan een 83. Ah, weer een 84, dat is prima. En vorm heb ik hem al. Jazeker. Oh, niet. En Vardy, maar dat is mij niet uit. Hij zegt Daniel. Prima. Niet slecht. Nog 4 te gaan. Hoop op één walkout nog, maar het gaat niet uit. Moet niet te gretig zijn, hè. Dit is geen border. Engels, CVM, Liverpool. Het is Henderson. Ja. Nog 3 te gaan en dan is de video ook er klaar mee. Het is een walkout. Ik zag het niet op tijd, maar wat is het? Is het een inform walkout? Nee, het is normaal Spaans. Centermid. Oh, Pareo. De slechtste walkout, Spaanse walkout. Maar goed, wel een 86 speler. Dat scheelt weer. Om te kopen. En een Alvarez en een border. En dat is 15k. Oeh, dat is een. Oké, hij is 25k zo. Als het niet meer is. Maar prima, weer een walkout. En een border nog in. En een speciaal kaartje. Dus dit is een goede pack. Nog 2 te gaan. En dan is dat klaar. Geen back-to-back walkout. Wel geen border. Braziliaan rechtsachter. Weer Dani Alves. Prima. En Bravo. Is dat klaar? En dan is het de laatste pakketje. Boom.
Geen walkout helaas. Wel een border hoop ik. Nee, ook niet helaas. Maar goed, drie walkouts. Nafas. Preo en Daily Blind. Maar goed, op zich is het een goede pack opening als je dat ziet. Prima, als je deze video leuk vindt, geef je een duimpje omhoog. Zet even trouwens wel in de comments neer, want Voetbal Manager 2019 komt eraan. Zet even in de comments neer welk team ik moet managen. Zet even in de comments neer, dan zeg ik altijd blijven lachen. Vergeet niet te abonneren op mijn kanaal, dan zeg ik ciao ciao.